Hey allemaal. Een hele goede middag. Ik zei samen met Kelvin, de beste crosser van West-Brabant. We hebben net een paar koms aangevallen. Ik denk dat Kelvin ze allebei heeft. Dus Kelvin rijdt weer hard. Vandaag gaan we uitleggen hoe je goed door het Los Zand kan rijden. Ik heb maar liefst 5 tips voor jullie om een perfecte zandstrook te rijden. Naar boven toe, naar beneden toe en op vlakken. Vergeet trouwens, of abonneer trouwens op mijn kanaal. We zitten bijna bij 1000 abonnees. Dus nog een paar honderd en dan zijn we er. Dus nog even abonneren hieronder. Tip 1. Wanneer je door het Los Zand rijdt, moet je je stuur niet te krampachtig vasthouden. Wanneer je stuur te krampachtig vasthoudt, kan je jezelf in het zand vastsnijden. En dat wil je uiteraard niet hebben, want dan val je of dan val je compleet stil. Dus je moet ervoor zorgen dat je stuur rustig vasthoudt en hierbij moet je handen ontspannen op je stuur liggen. Tip 2. Zet niet te veel druk op je voorwiel. Dus zet je gewicht van achter op je zadel. Verdeel je kracht goed over je achterbrug. Ga je te veel voorover hangen, kan het zijn dat je te veel druk op je voorwiel krijgt en uiteindelijk je eigen vastrijdt. Dus leun naar achter op je fiets. Probeer je gewicht een beetje te verdelen over de achterkant van je zadel. En zo de juiste houding te zoeken om perfect door het zand te rijden. Het is altijd verstandig om rustig te beginnen. Dus zoek een spoor op waarbij je eventueel rustig kunt beginnen. Toch Kelvin? Ja, tip 1 is als je door het zand wil leren rijden, is pak eerst een spoortje wat hard ligt. Dus deze baan is, zijn er veel overheen gereden. Die tweede strook die we net gedaan hebben, daar rijdt niet zoveel overheen, dus dat ligt best wel mul. En als je voor de eerste keer in het zand gaat rijden, is het toch wel eventjes fijn dat je het gevoel met het zand leert kennen. En niet meteen een spoor gaat opzoeken waar je 5 meter in rijdt en compleet stil staat, zeg maar. Ja, of natuurlijk dat je gaat vallen en dat wil je ook niet hebben. Dus zorg er wel voor dat je een spoor pakt dat mooi loopt bij het begin. Zo kan je goed oefenen. Dit zandspoor is niet denderend moeilijk, maar om te beginnen is het wel een leuk beginnetje. Ben je wat meer gevorderd en wil wat uitdaging in het zand, maak bijvoorbeeld een bocht. Een kombochtje. In het zand. Maak daarnaast een ander paadje of iets anders. Met zand kan je veel spelen, kan je veel leuke dingen doen. En daarom is het wel leuk dat zand altijd wel anders is. Als het geregend heeft, is het zand wel moeilijker. Dan ligt het weer wat vaster en dan kan je misschien makkelijker doorheen rijden. Maar dan blijft alles weer vastplakken aan die ketting. Is het zand wat losser, schiet het zand vaak weg. Maakt het ook veel technischer. Dus zorg er wel voor dat je ook verschillende omstandigheden oefent. En niet elke keer is het zand hetzelfde. En ook niet elk zand is hetzelfde natuurlijk. Want op het strand is het zand natuurlijk weer anders dan in het bos. Of wanneer het een beetje een kleigrond is, is natuurlijk het zand ook weer veel anders. Dus zoek verschillende terreinen op om je techniek goed te kunnen oefenen. Tip 3. Probeer met je lichaam te sturen. Wanneer je met je lichaam stuurt, dus je gooit je heupen een beetje naar links en naar rechts, ziet er misschien een beetje gek uit, maar zo kan je wel perfect door het zand rijden. Wanneer je met je lichaam stuurt, kan je je fiets door het zand laten glijden. Wanneer je te veel mee je stuur stuurt, snij je eigen natuurlijk vast. En dit moet je natuurlijk niet hebben wanneer je door het zand rijdt. Dus zorg ervoor dat je met je lichaam stuurt. Gooi je heupen en je lichaam een beetje naar links en naar rechts. En je fiets snijdt mooi door het zand heen. Dan gaan we door naar tip 4. Zoek het juiste spoor en zorg dat je genoeg vaart hebt.
Wanneer je veel vaart hebt, kan je snel door het zand rijden. Je valt niet zo snel stil. Wanneer je het juiste spoor hebt, je moet ervoor zorgen dat het spoor hard is. Wanneer je een hard spoor hebt, kan je met veel vaart door het zand rijden. Wanneer je een zacht spoor hebt, val je gelijk stil en is al je vaart natuurlijk weg. Dus zorg ervoor dat je ten eerste veel vaart hebt bij het aanvangen van een zandstrook. En daarna moet je op zoek gaan naar een strook waarbij het zand eigenlijk het hardste is, zodat je veel vaart kan houden. Dan gaan we nu door naar de laatste tip, tip 5. Zoek de juiste versnelling. Trap niet te zwaar, want de kans is groot dat je snel stilvalt. Dus zorg ervoor dat de versnelling laag is, zodat je eventueel weer opnieuw vaart kan maken wanneer je snel stilvalt. Wanneer je te zwaar rijdt, is de kans groot dat je stilvalt en het eigenlijk niet meer op gang komt. Wanneer de versnelling toch wat lager is, is het dan makkelijker om weer opnieuw vaart te maken. Dus zorg ervoor dat de vertanding niet te zwaar is. Dan nu nog 2 tips voor je fiets wanneer je door het zand rijdt. Het is belangrijk dat je een niet te zwaar profiel hebt. Op mijn fiets ligt een soort gravel profiel, een allround profiel. Hier kan je makkelijk mee door het zand rijden. Zet je band niet te hard. Wanneer je banden te hard staan, is het vaak lastig om goed door het zand te rijden. Zeker met smalle banden en staan dan je banden te hard, snij je eigen snel vast. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus de 2 tips, zoek het juiste profiel en zet je banden niet te hard. Dit waren de 5 tips om goed door het zand te kunnen rijden. En 2 tips om je fiets in orde te maken voor het zand. Ik hoop dat Kelvin het allemaal duidelijk uitgebeeld heeft. Hoe je goed door het zand kan rijden. Kelvin is nogthans een goede crosser hier in de buurt. Dus die kan het allemaal wel weten. En die weet hoe je perfect door het zand moet rijden. Vergeet trouwens geen comment te geven wanneer je meer wilt zien op mijn kanaal. En als je nog ideeën hebt voor een nieuwe video. Wil je meer zien op mijn kanaal? Geef dan vooral ook een duimpje omhoog. Abonneer hieronder voor de 1000 abonnees. En wij zien jullie de volgende keer weer. Tot ziens!